De polders zijn zo ontworpen dat boeren in Flevoland hun land logisch naast hun erf hadden. Dat is door schaalvergroting al lang niet meer zo. In de loop van de jaren zijn veel boeren gestopt en hun grond kwam bij andere groeiende bedrijven terecht. Vaak op grote afstand van de boerderij. Al het land, als ik dat een beetje op rij zet, dan zit dat binnen een straal van ongeveer 25 kilometer. 25 kilometer? 25 kilometer. Dat betekent dus dat ik regelmatig op de weg ben met machines. Met hoge snelheden, met behoorlijke breedtes van werktuigen. En dat levert nog wel eens gevaarlijke situaties op. Anders dan de dambordstructuur van het Flevolandse landschap doet vermoeden, is de landbouwgrond dus versnipperd, vooral in de Noordoostpolder. En dat wordt volgens de gemeente een steeds groter probleem voor de verkeersveiligheid. De wegen zijn nog ingericht op de 40er, 50er jaren. Zijn erg smal, 3 meter soms. Zijn niet ingericht op het grote landbouwverkeer wat we het nu hebben. Vroeger was het klein en weinig en nu is het groot en veel. Peter Hane ziet het ook graag anders. Hem kost het veel tijd en geld. Hij wil daarom graag grond ruilen met andere boeren. Tot nu toe waren initiatieven voor zogenaamde kavelruil vaak kansloos. Nou, als je met twee partijen om de tafel zit, dan is dat altijd lastig. Iedere boer denkt dat hij zelf de beste grond heeft, de beste situatie. Dus om dan tot een efficiënte uitruil te komen, dat is altijd lastiger dan wanneer daar een derde partij boven staat. Daarom dringen de boeren, de gemeente en de land- en tuinbouworganisatie LTO er bij de provincie op aan om die onafhankelijke rol op zich te nemen en met een plan van aanpak te komen. Begin maar eens, ook al lijkt het ingewikkeld, want ja, je moet toch ook verder kijken dan vandaag en morgen. Je moet echt kijken naar de toekomst van de landbouw in Flevoland. En dan praat je over 20, 30 jaar, misschien nog langer. Na de zomer hoopt de provincie met een plan te komen.